gaat het met je? Het gaat supergoed. Weinig optreden, denk ik. Ja, helaas wel. Ik merk wel dat deze tijd juist veel meer zorgt voor creativiteit. Dus ik ben veel aan het schrijven en ik heb net een programma gepresenteerd op Videoland. Dat is het programma Glow Up. Ja. Hè? Gaat allemaal over make-up. Heel veel succes, jullie mogen beginnen. Hoe is het om de dochter van André Hazes te zijn? Doeg! Doeg! Ah, oh, wat schattig. Met bloed, zweet en tranen. Nou, dat is vaak heel erg leuk. Ik ben heel erg trots op mijn achternaam en ik ben blij dat dat voor mij wel voor een opstapje heeft gezorgd in mijn muzikale carrière. Ik groeide op in muziek, maar het heeft ook vaak wel zijn nadelen gehad. Ik ben als kind zijnde heel erg gepest. En ik weet nog goed dat ik eigenlijk het liefst gewoon normaal wilde zijn. Mm. En ik was dat niet, want ik had een vader die vaak in het nieuws was. Heel beroemd. Heel beroemd. Ja. Er werd altijd wel wat geschreven over mijn vader. En ouders praten daarover, waardoor kinderen dat door... Ik weet nog goed dat ik heel jong was, dat kinderen al tegen mij zeiden, jouw vader is alcoholist. Mm. En ik wist zelf niet wat dat betekende. Ja, ik wil niet zeggen dat ik echt altijd een hele leuke schooltijd daardoor heb gehad. Wie is er ouder, jij of André Hazes? Doei! Ja, want jouw vader heette dus André Hazes, ja. Maar jouw broer ook. Ja, en ik ga ervan uit dat ze mijn broertje bedoelt. Ik ook. Ja, ik ben ouder. Ik ben een jaar ouder. Wij schelen precies een jaar en 3 dagen. En jij bent de oudste, dat het even heel duidelijk is. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Er was natuurlijk wel op een gegeven moment, want we hebben het natuurlijk over jouw vader in de verleden tijd, want ja, hij is overleden toen jullie heel jong waren nog, hè? Ja. Want jij was 11. Ja. En André was dus 10. Ja. Nou, dat is heel erg ingewikkeld om dat op die leeftijd mee te maken, want mijn vader was mijn alles. Hij was mijn beste vriend. Bij ons kwam er natuurlijk ook bij kijken dat wij een heel land hadden die meekeken. En meerouwden. Dus het is niet alleen maar jouw verdriet, het is ook het verdriet van de medemens. Ja. En dat zegt iets over hoe geliefd hij was. Die beelden, hè, dat in het stadion en die uitvaart en heel Nederland ermee bezig was. En ondertussen was jij wel gewoon een meisje van 11. Ja, die heel verdrietig was, want mijn vader was er niet meer. Ik weet ook nog goed dat er heel veel mensen toen bij ons voor het hek kwamen rouwen. Dus echt boeketten neerlegden. En dat ging echt tot 's ochtends vroeg door. Heel lief en goed bedoeld. Heel natuurlijk. Lief en goed bedoeld. Maar tegelijkertijd voelde dat wel ook een beetje engig. Want ik lag 's avonds in mijn bed en ik wist dat er mensen om ons huis stonden. Nou, hoe lang ben je al zangeres? Doei! Oh, wat lief. Ik ben altijd wel een best wel verlegen meisje geweest. Ik durfde niet zo heel erg veel. En toen werd ik op mijn 13e gevraagd voor een programma op SBS6. En dat heette So You Wanna Be a Popstar. Doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Ik vond dat doodeng. Echt doodeng. Maar tegelijkertijd was ik wel altijd aan het zingen. Altijd met muziek bezig. En eigenlijk is het op die manier. Ik ben toen 4e geworden. Dus een mooie score. Yeah. Toen rolde dat er eigenlijk vanzelf in. Je zei net dat je heel erg verlegen was. Daar hebben je kapsels en zo ook een rol in gespeeld. Dus ik heb alle kleuren haar gehad. Alle kledingstijlen gehad. Ik trok me weinig aan van wat de mensen om mij heen vonden. En daardoor ben ik daarin heel erg gaan experimenteren. Omdat ik dat heel erg leuk vond. En me ook toch een beetje te onderscheiden van de ander. En dat is de reden waarom ik ook bijvoorbeeld nu zoveel praat over body positivity. Je hebt maar 1 lichaam, wees er lief voor. Want we zitten ons zo te vergelijken met anderen. Op Instagram. Op Instagram. En ik snap het, want je krijgt zo vaak het onrealistische beeld te zien. Ja. En ik ben heel erg blij dat ik daar ook een beetje mijn steentje aan bij kan dragen. Door foto's te maken waarin mijn buik te zien is. Die is niet strak. Ik heb altijd een maatje meer gehad. Ik heb strié, ik heb putten. En om dat ook te laten zien dat dat ook oké is. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Oh, jeetje. Ja, vrij brede vraag. Dat is een hele brede vraag, maar wel een hele leuke vraag. Nou, dat is ten eerste natuurlijk de geboorte van mijn zoon. Dat is wel echt het mooiste cadeau wat ik ooit in mijn leven heb gekregen. Het leukste wat ik denk ik heb meegemaakt op muzikaal gebied is het winnen van een Edison. Deze draag ik echt op aan die kleine. En ik wil jullie, ik vind het, ik weet niet wat ik wil zeggen. Dankjewel! Want je zit in mijn bloed, liefde is bitter zoet. Een
met Buzo nog willen samenwerken in de muziekwereld. Leuk haar trouwens. Ja, hè? Ja, een beetje, dat doet me denken aan mezelf van vroeger. Ook een beetje anders. Gewoon, een beetje anders leuk. Ja. Met wie ik zou werken in de muziekwereld? Ik werk inmiddels best wel veel samen met Eefje de Visser. Oh ja. En ik vind Eefje de Visser echt fantastisch. Dus ja, die droom komt al een soort van uit. Kunnen we daar al iets van horen online? Denk ik niet, nee, hè? Nee, nog niet. Nee, dat is echt allemaal voor dus dat nieuwe album. Wanneer kunnen we dat ongeveer verwachten? Wat denk jij? Ik heb geen idee, maar ik kom in ieder geval binnenkort echt wel weer met muziek aan. Dat wel. Dat is beloofd. Dat is beloofd, zeker. Ja, dat zijn